Ik kijk nu al meer dan een maand televisies en series op een Xiaomi 4K Beamer en ik wil gewoon geen tv meer. Maar nu heb ik ook een duurdere Samsung Beamer in huis. En de vraag is natuurlijk, is duurder ook beter? Hoi, hier David van Bright. Sinds ik de luxe heb om televisie, eigenlijk op het grote scherm te kijken, is mijn gewone televisie van 55 inch gewoon een miserig klein postzegeltje. Zo'n groot scherm in je huiskamer is een waar genot. Maar ik was natuurlijk benieuwd of dat nog beter kon. Dus ik heb de Samsung The Premiere Beamer in huis gehaald. Volgens de specs zou die nog beter moeten zijn. Voor diegenen die mijn Xiaomi Beamer video nog niet gezien hebben of niet weten wat een ultra short throw beamer is, even een beknopte uitleg. Met een dergelijke beamer kan je met een hele korte afstand van de muur een heel groot beeld op je muur projecteren. De beamer hoeft dus niet helemaal achterin, bijvoorbeeld aan het plafond te hangen in je huiskamer. Dat is natuurlijk super handig in een woning. En wil je de Xiaomi video nog zien? Een link staat in de beschrijving. Ik was eigenlijk al meteen gecharmeerd van de Samsung Beamer. Dat begint namelijk met de naam, The Premiere. Dat is niet alleen een hele toepasselijke naam, maar het is ook wel een hele verbetering ten opzichte van merken die allerlei niet-zeggende namen hebben als een EB33CJ of een K3BBCJAC. Wel lullig dat de Samsung Beamer The Premiere in twee versies komt, namelijk de LSP7T en de LSP9T. En dit is de 7. De twee versies van de Samsung Beamers lijken als twee druppels water op elkaar. Alleen deze is wat compacter van formaat. Met zijn not quite white behuizing, zijn ronde vormen en dat grijze speakerdoek vind ik de Samsung Premiere een fraaie verschijning in mijn huiskamer. Sowieso is een beamer in het algemeen een veel minder dominante verschijning in de huiskamer dan een televisie. Met de Premiere kan je een scherm projecteren van 90 tot 130 inch, oftewel tussen de 2,3 en 3 meter. Het mooie is dat die beamer maar ergens tussen de 25 en de 42 centimeter van de muur moet staan om zo'n groot scherm te projecteren. Mijn schermgrootte zit ergens tussen de maximale en de minimale maat in. Zou ik het nog groter willen naar die maximale maat, ja, dan moet ik toch echt het meubel gaan verschuiven, want verder kan de beamer niet. De installatie van de beamer is eigenlijk heel simpel, net zoals bij de meeste ultra short throw beamers. Maar het is wel handwerk. Het is eigenlijk gewoon een kwestie van de beamer zo schuiven dat het beeld vrij parallel geprojecteerd wordt en dan nog een beetje draaien aan de instelwieltjes aan de onderkant en voilà, je hebt een groot scherm. Je kan de beeldkwaliteit flink verhogen, denk dan aan bijvoorbeeld het contrast, met een speciaal ultra short throw scherm. Ik projecteer het gewoon op mijn ruw gestukte muur en ondertussen ben ik er ook helemaal aan gewend. En zelfs die kleine kromme lijntjes daarboven, die zie ik al lang niet meer. De Premiere projecteert een 4K beeld met een helderheid van 2200 lumens. Maar eigenlijk is de resolutie 1920x1080 van de ingebouwde Texas Instrument chip. En die wordt met het zogeheten pixel shifting omgetoverd tot 4K. Maar wat betekent dit algo opgeleukte beeld in de praktijk? Nou, je ziet het zelf. Ik ben rete scherp in beeld met een heel hoog contrast. Veel hoger dan die van de Xiaomi. Het verschil is overduidelijk. Ik hoef bijna niet te zeggen dat dit de Xiaomi is en dit de Premiere. Kijk eens naar dat wit of dat groen. Dat is zoveel helderder dan van de Xiaomi. En ook mijn gezicht en alle details zijn een stuk scherper op de Premiere. Het scherpere beeld en het hogere contrast van de Premiere levert een nog fijner kijkplezier op dan die van de Xiaomi. Maar jammer genoeg is hij nog steeds niet helder genoeg om op een zonnige dag met de rolgordijnen open lekker naar dat scherm te kijken. Dan zie je gewoon te weinig. Het verschil met die Xiaomi beamer is dat je de rolgordijnen bij deze beamer gewoon minder vaak dicht hoeft te doen. Bijvoorbeeld op een donkere, regenachtige dag.
Als ik toch meer contrast zou willen, dan kan ik alsnog die beamer wat dichter naar de muur schuiven. Dan wordt het beeld wat helderder. Maar ja, dat gaat wel ten koste van dat grote bioscherm in de huiskamer. Hoi, hier is David van Bright. Vandaag test ik deze Specialized Fado. De Premiere heeft een 30 watt soundbar ingebouwd, waardoor zelfs ik uitstekend klink. Veel beter dan op de Xiaomi, waar mijn stem geen bas heeft en mijn stem ook wat scheller is. De druk van zacht naar hard kan instellen, is het gewoon een veelzijdige machine waarmee je echt elke klus kan aanpakken. Dat wil niet zeggen dat ik het geluid van de soundbar in de Xiaomi slecht vond klinken. Integendeel, die Xiaomi die klinkt gewoon veel beter dan de ingebouwde luidsprekers van een platte televisie. Het zegt gewoon meer over de Samsung Beamer. De Premiere heeft gewoon echt een uitstekende soundbar ingebouwd. Wat me ook onmiddellijk opviel aan deze Beamer is dat het ventilatorgeluid aanzienlijk minder is dan die van de Xiaomi. Ik ben daar bij de Xiaomi wel aan gewend geraakt en ik kijk meestal films met een koptelefoon op. Maar nu ik deze Beamer in huis heb, hoor ik echt een heel duidelijk verschil. En ondanks dat ik helemaal gewend geraakt was aan dat ventilatorgeluid, hoor ik nu opeens dat dat geluid toch door de koptelefoon heen komt. En dat is absoluut niet het geval bij de Premiere. Laten we wel wezen, een stille Beamer is gewoon meer kijkgenot. Alleen is het nog steeds zo dat een televisie stiller is. De Samsung interface is echt een verademing vergeleken bij die van de Xiaomi. De Xiaomi die heeft een eigen versie van Android TV 9.0. Bijvoorbeeld ondersteunt geen Netflix. En ja, die hele interface was eigenlijk een beetje krakkemikkig. De Premiere Beamer biedt dezelfde interface als die van de Samsung TV's. Die draait op Tizen en hij heeft een hele fijne, simpele afstandsbediening. De interface is super overzichtelijk, lekker rap en hij ondersteunt alles wat ik wil. Hij navigeert gewoon lekker snel. En je komt altijd binnen op de homeknop. Ga je dan naar links, dan heb je uit het beeld de dingen die je niet zo vaak gebruikt. Nieuwe apps, zoekfunctie misschien wel. Source en instellingen. Ga je naar rechts, dan heb je gewoon toegang tot alle apps. Het aanbod van apps is ook super uitgebreid. Ik heb gewoon mijn Ziggo Mediabox erop. Ik heb Netflix, ik heb Disney, ik heb Apple Music, ik heb Spotify. En ik heb natuurlijk ook dingen als de NOS, RTL, XL. Noem het maar op. Ik heb zelfs Apple TV op een Samsung televisie. Heb je een Samsung Galaxy smartphone met de SmartThings app erop, dan kan je de Beamer bedienen of allerlei content super makkelijk streamen. Dat is echt heel fijn. Ik was ook blij verrast dat de Premiere Apple AirPlay 2 ondersteunt. En dat is natuurlijk heel goed nieuws voor al die iPhone gebruikers die ook wat willen streamen. Het enige minpuntje dat ik ontdekte is dat de afstandsbediening geen verlichte toetsen heeft. En dat zou natuurlijk heel fijn zijn, want het optimaal kijken met deze Beamer is natuurlijk in een hele donkere kamer, net zoals in de bioscoop. Als ik de Premiere moet vergelijken met de Xiaomi 4K Laser Beamer, ja, dan levert de Premiere gewoon een mooier beeld op en ook veel meer contrast. Je ziet het, ik ben gewoon veel mooier. Maar aan al dat goed, beter, best hangt natuurlijk ook een stevig prijskaartje. Deze Samsung Premiere die kost maar liefst €3.499. En dat is een enorme smak geld vergeleken bij de Xiaomi. Maar als je dat kan permitteren, dan haal je met de Samsung Premiere wel een hele fijne BIOS in huis. Ik ga dan ook nog even lekker de komende dagen op de Premiere, voor de zoveelste keer, Breaking Bad, op de muur binge-watchen. Van alle fietsen die in deze video in beeld verschenen, wat was mijn favoriete fiets? Laat het me weten in de comments. Vond je dit een leuk filmpje? Geef ons dan een duimpje. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En geef een lel op die bel als je een notificatie wil, zodra er een nieuwe Bright video verschijnt.